Welkom, beste kijkers, op deze 88e uitzending van Licht op Leiden. Wij zeggen iedere keer dat we een bijzondere uitzending hebben en dat vinden we ook echt. Maar deze keer is het toch nog weer wat bijzonderder, want wij zijn hier met z'n vieren in deze studio. U ziet niet de regie en de techniek, u ziet dus niet Rick Visser en Maarten Mulder, maar u ziet wel Rianne van Kleef. En Rianne is eigenlijk de vierde met wie wij die uitzendingen, die 88 uitzendingen tot nu toe hebben gemaakt. En dan vraag je je natuurlijk af, waar is dan de gast? Maar de gast, Rianne, dat ben jij. En dat heeft een bijzondere reden. En die reden is dat je de afgelopen jaren niet alleen als Niels Jager een naam hebt gemaakt in de Leidse regio, maar je ook in de topsport hebt bewogen. En dat je nu topsportcoördinator bent geworden van de gemeente Leiden. Maar deze week werd je ook nog ambassadeur van het nieuwe topgezelschap, de top 50 Leidse vrouwen. En de vraag is dan natuurlijk, welke van die twee prestaties ben je het meest trots op? En dat wil je nu al bespreken, dat wil ik niet aan het eind van de uitzending. Dat wil ik nou al weten. Ja, nou, misschien raad je het al, maar hoewel ik het natuurlijk echt een enorm grote eer vind om ook ambassadeur van de Leidse top 50 te zijn geworden. Ja, moet ik zeggen dat ik het echt een nog veel grotere eer vind dat ik tegenwoordig mezelf topsportcoördinator van Leiden mag noemen. Omdat daar gewoon eigenlijk alles wat ik de afgelopen jaren heb gedaan en me voor heb ingezet, dat komt daarin samen. Dus en de Leidse sport, maar ook gewoon de stad Leiden en alles wat Leiden te bieden heeft. En dat is gewoon heel erg mooi om daarmee aan de slag te kunnen. Daar heb je voor warm gelopen, daar heb je voor getraind, zou je kunnen zeker, zeggen. Ja. Ja, zeker, ja. Daar komen we natuurlijk straks nog uitgebreid op terug. Maar we beginnen eigenlijk altijd met wie is Rianne van Kleef? Waar komt ze vandaan? Is ze een Leidse? Vertel. Ik ken de opzet inmiddels van het programma inderdaad. Ja, precies. Ja, ik noem mijzelf zeker een Leidse, want in mijn hart ben ik inmiddels echt een Leidenaar. Alleen, ik kom uit Den Haag, daar ben ik geboren. Kan je niet helpen. Kan niet helpen. Nee, geboren, opgegroeid. Ik ben in Leiden gaan studeren. Ja. Biologie gaan studeren. En zoals zoveel studenten in Leiden blijven hangen. Ja. En dus ik vind mezelf echt een Leidse. En hier zien we een jeugdfoto van hier mij. Hier zien we een jeugdfoto, ja. Ach, zei mijn vrouw Annelies toen ze het zag. Wat een scheetje. Ja, ik denk dat ik in jou en ze bedoelde niet de poes. Ja, maar dat was ook echt een scheetje, Sammy. Ja. Zeker. Ja. Een warm gezin. Ja en nee, het is maar hoe je het bekijkt. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 5 was. Dus ik ben eigenlijk met mijn broertje en mijn moeder heb ik altijd gewoond. Ja. Maar mijn ouders hebben wel gekozen om voor de kinderen wel bij elkaar in de buurt te blijven wonen in Den Haag. Okay. En daar ben ik ze heel dankbaar voor, want daardoor heb ik altijd met allebei mijn ouders een goede band gehad. Ja. Met mijn vader, die zie ik ook gewoon nog steeds. Daar gingen we elke week daar wel logeren. Dus prima. Wat dat betreft wel warm en gewoon het gevoel goede jeugd gehad. Ondanks een eenouder gezin was ook nooit zoveel geld en zo. Maar dat maakte voor mij als kind niet uit. Ja. Betekent wel dat je ook in het latere werk wat je dus gedaan hebt, je vrij gemakkelijk kon invoelen in bepaalde situaties? Ik ben ook eigenlijk de enige uit mijn familie die is gaan studeren. Van alle beide kanten. Oh, ja. En dan, maar als kind weet je dat helemaal niet. Daar merk je niks van. Maar als je dan inmiddels studeert. En dan heb je ook gewoon studiegenoten. Die bijvoorbeeld. Waarbij van allebei hun ouders. Op de universiteit hebben gezeten. Ja. Die hebben ook hele andere dingen in de jeugd gedaan. Ja. Dus daar merk je dan eigenlijk pas aan. Dat er gewoon verschillen in je. Dat er verschillen zijn. In je achtergrond zijn. Ja. Ging je gelijk in Leiden wonen? Nee, ik ben eerst thuis blijven wonen, want ik wilde eigenlijk, toen ik ging studeren, zei ik wil eigenlijk voor altijd thuis blijven wonen, want ik wilde niet weg bij mijn moeder en niet bij de katten. Maar goed, als je eenmaal studeert, na 1,5 jaar was ik er toch wel van overtuigd dat ik toch zeker op kamers moest gaan wonen. Dus toen ben ik in het Pelikaanhof gaan wonen. Okay. En sindsdien nooit meer het Leiden weggegaan en dat gaat denk ik ook niet gebeuren. Okay, goed. Dat is een mooi voornemen in ieder geval. Maar wat ben je gaan studeren? In biologie. En daarbij heb ik dan vooral gedragsbiologie met dieren en planten. En uiteindelijk de afstudeerrichting wetenschapscommunicatie. Kan je in de biologie afstuderen voor wetenschapscommunicatie? Ja, tegenwoordig wel. Dat was toen ik ik ben in 2009 afgestudeerd. En vlak daarvoor was de master in mijn geval biology and communication. Maar je had dat ook nog voor wiskunde en voor scheikunde. Dus echt de vertaalslag maken van de wetenschap naar het publiek.
Dus dat is een master die tegenwoordig ook. En tegenwoordig zijn er, ik deed het volgens mij met 4 studenten toen. Okay. Maar inmiddels zijn er wel 60 of zo per jaar. Of in ieder geval een hele grote groep, ja. Okay. We hebben er ook een aantal foto's van. En dit vind ik bijna een ontroerende foto. Ja, dit lijkt wel een koorgezelschap. Dit was het bestuur van de Leidse Biologenclub. Ik geloof in 2007. Mm-hmm. Cernunnos heten wij. En wij biologen die waren onder de beta-faculteit altijd een beetje de sloebers natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk het bestuur voor ons dat had bedacht dat wij als bestuur nou ook maar eens in pak moesten gaan. Okay. Dus eigenlijk waren wij een van de eerste besturen die er dan ook echt netjes uitzagen. Er was ook nog wel eens wat weerstand van onder de leden. Zeker. Ook inmiddels een goede vriend van mij, die weet ik nog dat we bij hem dan zo in ons pak met onze medaille, zoals hij dat noemde, was natuurlijk een penning, kwamen we vertellen wat dan de Leidse Biologenclub inhield aan de eerstejaars. En dat ze bij ons langs konden komen. Maar die is dus bij ons nog langs geweest. Want die vonden maar helemaal niks dat we er zo corporaal bij liepen. Nou, maar inmiddels is het een van de grootste deelnemers aan alle activiteiten. Waren we eigenlijk. Hartstikke waren leuk. Nog steeds eigenlijk die sloegers. Moet kunnen. Netjes maar we hebben ook nog een paar foto's van je biologische werkzaamheden. Ja. Vertel. Nou, dit is een nachtvlinder. Een mot. Ja. In Nederland heb je heel veel nachtvlinders die er dus eigenlijk heel mooi uitzien. Ja. En een van de... Op een vingertje zie ik. Ja, de dingen die we vaak deden en ook gewoon in onze vrije tijd waren nachtvlinder-excursies in Meijendel. Wat leuk. Ja, dan gingen we daar met zo'n een groot doek en lampen en dan komen ze op af en dan kunnen ze determineren. En later gingen jullie ze ook nog bestuderen. Ja, dit is dan, nou daar zie je hem volgens mij inderdaad ook op mijn vingers zitten nog. Ja, dus hier was ik trouwens al afgestudeerd, maar gewoon met een groep vrienden deden we dat dan nog steeds. En daar wordt natuurlijk allemaal onderzoek mee gedaan van hoeveel soorten zijn er, welke zijn er een van de leuke dingen van biologie lijkt mij, is dat je natuurlijk heel veel praktisch werk doet ook en zo. Hè? Buiten. Ja, het is een studie waar je echt gewoon volledig... week ben je gewoon op de universiteit en heel veel praktica, zowel in het lab, maar dus ook in het veld. Ja. 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 En dit is inderdaad in het veld. Ja, dit is dan weer niet met mij echt de studiekant, maar wel een soort van uitvloeisel ervan. Want ik heb me op een gegeven moment vooral op de paleontologie kant, dus fossiele kant gericht. En dit was in Winterswijk een opgraving met de Naturalis. Okay. En dan is de studie voorbij en dan, dan lonkt het echte leven, het werkzame leven. En dan krijg jij een baan. Ja. Vertel. Nou, mijn eerste baan was bij het Erasmus MC in Rotterdam. Mm-hmm. Dus zeg maar het LUMC, maar dan in Rotterdam. Ja. En daar op de communicatieafdeling als onderwijs- en wetenschapsvoorlichter. Dus dat is natuurlijk die wetenschapscommunicatie. In feite maak je dan gebruik van je afstuderen? Ja, precies. Ja. Toen nog wel. Oké. Ja. Ja, dus mijn taak was daar om het wetenschappelijk onderzoek dat daar werd gedaan, omdat... uit te leggen aan zowel binnen de organisatie als daarbuiten. En ik had bijvoorbeeld een rubriek bedacht in het interne blad. Het heette Uitgezocht. Okay. En daar was ik dan elke keer zelf het leidend voorwerp voor de afbeelding die erbij worden. Maar ik ging bijvoorbeeld uitzoeken van als je keelpijn hebt, wat gebeurt er dan daadwerkelijk in je keel dat pijn doet? En dan weer koppelen aan een stukje wetenschap. Dat soort dingen. Ja. Dat is echt een stukje wetenschapsvoorlichting natuurlijk. Ja, zeker. Maar daarnaast hebben we nog een andere foto, waarvan ik heb begrepen dat die in Artes is genomen. Ja, want dat was de vervolgstap inderdaad. Dit was in Artes in het Grote Museum. Dat gaat als het goed is binnenkort nu echt eindelijk een keertje open, heb ik begrepen. Dat is een van de oude monumentale gebouwen die in Artes staat. En daar is nog helemaal een masterplan voor. Mm-hmm. Dit was ooit een... ook een natuurhistorisch museum en inmiddels niet meer. En dat wilden ze opnieuw gaan inrichten als museum over de relatie tussen mensen en cultuur en natuur. Ja. En daar was ik de inhoudsontwikkelaar van. Okay. En dit is de laatste dag dat ik daar was, voordat ik... Wij hebben ontzettend veel foto's van jou en dat heeft te maken met je veelzijdigheid. En dat je zo verschrikkelijk veel gedaan hebt in de nog niet zo vreselijk veel jaren dat je op deze aarde rondloopt. Vandaar dat we nu weer snel over moeten gaan op een andere activiteit van jou. Dat heeft denk ik met wetenschap niet zoveel te maken. Het heeft wel iets met de journalistiek te maken, want dat was toch eigenlijk iets waarvan je al vrij snel vond dat je dat, het heeft natuurlijk ook iets met die communicatie te maken. Want je gaat een eigen
filmbedrijf beginnen? Of zeg ik dat... Een videoproductiebedrijf inderdaad. Ja. Ja, dat is wel niet meteen naar Artis gekomen. Er zit wel ietsje tijd tussen. Mm-hmm. Het is eigenlijk een beetje in mijn sleutelstadtijd waar we het straks over gaan hebben, is dat voortgekomen. Ja. Maar inderdaad, samen met Tess van Koperen en ik, Rianne van Kleef, hebben we Kleef en Koop opgericht. Ja. En wij maken video's van allerlei soorten. En wie zijn dan je opdrachtgevers? Ja, heel divers. Hier zijn we in de Pieterskerk en dit is denk ik voor dodenherdenking opnames. Ja, dan weet ik in ieder geval wie de opdrachtgever was. Ja. Dat was jij zelf dan waarschijnlijk, ja. maar ook voor gemeente Leiden, maar ook voor bedrijven en voor sport, voor Leiden Marathon bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ook dingen voor buiten Leiden, maar wel heel veel in Leiden. Door mijn netwerk is dat wel iets waar veel dingen vandaan komen. Maar doen we eigenlijk heel diverse dingen van promotievideo's, bedrijfsvideo's, aftermovies. Okay. Meer bijvoorbeeld als de gemeente een boodschap wil uitdragen. Is daar veel behoefte aan? Ja, blijkbaar wel. Okay. Ja, het blijft automatisch binnenstromen. Dus. Maar dat wil dus eigenlijk zeggen dat je behalve een journalistiek instinct hebt, ook zakelijk instinct moet hebben? Ja, weet ik niet. Het is denk ik ook gewoon de manier waarop je met mensen omgaat. Vaak vinden mensen het ook gewoon heel fijn als je fijn met iemand samen kunt werken. Dat hoef je niet eens heel zakelijk voor te zijn. Nee. Maar gewoon een prettige mens of een prettige organisatie. Ja. En ja, ik vind het vooral gewoon belangrijk om dingen te doen die je leuk vindt. En als je dat ook uitstraalt, dan komen mensen ook vanzelf weer bij. Een van de laatste dingen die je gedaan hebt, geloof ik, dat is rond Valkenburg. Ja, we zijn inmiddels alweer met andere dingen bezig. Maar inderdaad, Vliegveld Valkenburg, daar hebben we laatst een documentaire over gemaakt. En die is heel enthousiast ontvangen. Ja. En hier is een foto die hier nu is wel leuk. Want vaak, ik maak vaak foto's van Tess als ze dan bezig is. En dan zie je mij dus niet. Maar ik doe dus allemaal dat soort dingen. Ja, gewoon ja. een vlag recht houden. Of, ja. of de zon ergens tegenhouden met precies, iets. Precies, jij moet zorgen dat het decor in orde is in ieder geval. Precies. Ja, precies. Ja, want Tess, want dat is, wij hebben er wel voor gekozen om echt voor kwaliteit te gaan. En daarom ook met z'n tweeën te doen. Want vaak doen mensen dit soort werk ook alleen. Mm-hmm. Maar dus dat één zich echt op het beeld kan richten. Ja. En Tess is echt professioneel cameravrouw. Ja. En ik doe dan de dingen daaromheen en meer op de inhoud. Ja. En zo kan je, heel fijn samenwerken. Ja, Maar je was al heel lang in de journalistiek natuurlijk actief bij Sleutelstad. Ja, daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Ja, daar was dit eigenlijk een uitvloeisel van. Precies, daar kennen mensen jou ook het meeste van. Hè? Natuurlijk denk ik van Sleutelstad, omdat je redigeert artikelen. Je bent op allerlei terreinen. Ben je actief bij Sleutelstad en eigenlijk... Was je een beetje de moeder van de televisietak van Sleutelstad. Ja. En ik hoop ook dat je dat nog wel een heel klein beetje wil blijven. Nu je dus ook dat coördinatorschap bij de sport hebt. En zo. Nou, ik zal sowieso Sleutelstad niet zomaar verlaten. Nee, daar kan ik me best bij voorstellen. Ja. Maar ja, te veel om op te noemen natuurlijk. We hebben een paar foto's. En we vinden het gewoon leuk om die ook nog even te laten zien. Vanwege het bijzondere van die foto's. Ja. Nou, leg uit. Wat is dit? Ja, dit was op een goede doelentoernooi van de historisch vereniging... nu ben ik even kwijt. Diogenes? Nee. Het is historisch zwaardvechten is het. Oh. En dat is een club die echt, zeg maar, is een sport in de wereld. Okay. En we hadden dit was voor mij officieel Oesgeest, zat echt de wereld nummer 1 op bepaalde onderdelen. Die had een eigen school opgericht. Wat leuk. Dit was dan met stokken, maar ze hebben dus ook, ze hebben echt gewoon oude rollen van vroeger erbij gepakt. En dus het is echt zwaard vechten zoals dat vroeger ging. Maar moet ik dat nou participerende journalistiek noemen? Ja, nou, ik vind het dus heel erg leuk om zelf ook echt mee te doen met van alles en nog wat. Ja, precies. Ja. Want, misschien is het wel even leuk om te vertellen hoe ik dan bij Sleutelstad terug ben gekomen. Want ik was dus bij Artis. Dat deed ik 3 dagen in de week. Ja. En op een gegeven moment, iemand die hier nog steeds ook werkt, dat was al een vriend van mij. En daarbij kwam ik eens een keer bij de radio kijken. En dacht, dat is toch wel leuk. Wil je wat gaan doen? En zo ben ik dus in vrij korte tijd dat ik 1 dag vrijwilligerswerk voor Sleutelstad ging doen. Maar dat vrij snel overging naar 3 dagen artiestwerk, 4 dagen vrijwilligerswerk voor Sleutelstad. Plus 's avonds, plus vrijnemen van werk om dat te kunnen gaan doen. En toen dacht ik na een jaartje op die manier, volgens mij wil ik gewoon dit doen als vrijwilliger. En dan als ZZP'er ben ik van allerlei dingen eromheen gaan doen. Okay.
Dus ik ben toen op dat moment dus echt het Leidse ingedoken. En op dat moment zijn we ook een sportredactie gaan opzetten. Je wilde zo graag naar Sleutelstad eigenlijk, fulltime. Ja. Dat je dus parttime gewoon je werk... En uiteindelijk dus ook gewoon opgezegd heb, mijn werk als artist. Omdat ik dus dit wilde doen. En ik wilde die sportredactie opzetten. Ik vond dat je dat... Ja, ik voelde dat ik dat gewoon volledig moest doen. En niet een paar dagen wel en een paar dagen niet. Daar ben je denk ik ook wel in beloond. Omdat je natuurlijk gewoon via Sleutelstad met... Zo, hier, kijk het even aan. Want dit is natuurlijk ook niet gering wat je... Henny Kuiper, de man van Parijs-Roubaix en de Olympische Goud, Spelen. Ja. Olympische Spelen. En natuurlijk de beste wielrenner die Leiden, die Nederland ooit heeft gekend. Joop Zoetemelk. Ja, en je ziet dat ik hier in mijn voetbaltrainingspak sta. Omdat ik dus... dit is op zaterdag altijd, de Joop Zoetemelk Classic. Maar ik voetbal ook op zaterdag. Ja. Dus ik was alvast in mijn outfit alvast daar naartoe. Want ik wilde toch even verslag doen. En daarna weer doorgereisd naar de eigen wedstrijd. Dus dat... Wat wil nou het geval? Dat aanstaande zaterdag, de 19e is dat, dacht ik, als het goed 19, is. Ja, 19, is die Joop Zoetemelk Classic is er weer. Het is niet een wedstrijd, maar het is een tourwedstrijd, heb ik begrepen. En mensen kunnen zich nog opgeven bij Zwift. Dus het is 50 kilometer en zo voort tot 150 kilometer. Ja, ik denk wel tot de 13e, dat is vandaag. Is vandaag de laatste dag? Ik geloof het wel. Oh, oké. Moet je mensen even opletten. Nou, je moest je opgeven. Laten mensen zich even gewoon even Zwift op de website kijken. Ja. Dan kunnen ze zich in ieder geval vandaag nog opgeven. Ja. Henny Kuiper, ach, wat leuk. En ja, dat is natuurlijk een ander fenomeen. De afvallige zoete Wouwenaar, Kjeld Nuis. Ja, maar dat vind ik ook gewoon zo leuk om hier zo bij Sleutelstad bezig te zijn. Omdat je, we hebben gewoon echt grootheden ook in Leiden. Ja. En ja, daar kom je gewoon heel makkelijk dan mee in contact. Ja. En, maar niet alleen met sporters, maar... Je wordt gewoon helemaal ondergedompeld in de stad. Wij merken dat bij Licht op Leiden ook. Dat we nu 88 toch bijzondere lijnaren hebben mogen. Of mensen uit de regio. Wat een Oostgeestenaar of een Voorschotenaar. Dat noem ik ook lijnaar hoor. Maar goed, in deze regio. Ja. Dat zijn er heel wat. Ja, en het is gewoon heel leuk dat je komt op allerlei plekken waar je niet eens wist dat het bestond. Ja. Je komt met allerlei mensen in contact en die je leren kennen. Ja. Ja, en... Het is ook gewoon heel leuk, bij een lokale omroep mag je gewoon ook heel snel van alles doen. Het is heel anders dan dat je bij een landelijke omroep zit. Dus je krijgt nog heel veel kansen. Zeker. Ja. En ik kan ook wel zeggen dat ik het meeste wat ik doe nu ook echt aan Sleutelstad te danken heb. Ja. Dus dat ben ik ook heel dankbaar voor al die kansen. Ja. Daar ben ik volstrekt met je eens. We zagen je net al natuurlijk even in het groen, maar nog niet als actief voetballer. Maar daar hebben we natuurlijk ook, kijk, je bent al sinds jaar en dag, ben jij niet alleen lid van Lugdunum, maar je zit ook in het bestuur van Lugdunum. Maar je bent ook actief lid en we zien je hier juichen als je gescoord hebt. Net gescoord, ja. Kijk, daar ging niet. Ja. Wat is je plek? Wat sta je? Spits, meestal. Oh, je bent spits? Ja, maar ik was vroeger... Toen ik klein was, was ik keeper en daar nogal goed in. Okay. Dus als de keeper er niet is, dan moet ik toch weer. Maar het liefste sta ik gewoon in de spits om doelpunten te maken. Ja, bij de kikkers, hè, want zo noemen ze natuurlijk nog steeds vanwege hun groene hesjes. Ja, het is ook heel mooi, want hier word je geïnterviewd over de sport door Chris de Waard, je hoofdredacteur. Ja, en Chris, dit was zijn allereerste voetbalwedstrijd die hij ooit heeft bekeken. Dus dat is, vind ik hartstikke mooi. Ja. Daar heb ik deze foto ook echt erbij gedaan. Want ik vind het gewoon ook heel bijzonder dat je in zo'n organisatie toch zo'n verbinding met elkaar krijgt. Omdat je dus echt... Je hebt hem overgehaald met een biertje, zie ik. Een perfect getapt biertje. Ik heb er zelf ook een gekregen, zie ik. Ja. Ja, zeker. Ja. Dit is zeker zo mooi. Dit is de Leidse glibber, hè? Ja, maar ze kwamen met z'n tweeën kijken. Ja, vriend. Dat is hartstikke mooi. Ja, vriend Emiel van Aalst. Ja. Die natuurlijk ook op zijn eigen wijze weer ook met deze foto weet te scoren. Zo mag je het wel zeggen. Ja, zeker. Dus zelf ook nog lekker aan het sporten. Ja, en dan moeten we het toch nog even hebben over de toekomst, wat je verder gaat doen met die twee bijzondere zaken die je nou in je palmares mag bijschrijven, zoals dat heet. Want ik denk dat topsportcoördinator Leiden,
dat klinkt heel mooi, maar wat betekent het in de praktijk? Ja, het is heel breed eigenlijk. Mm-hmm. De Stichting Topsport Leiden is er natuurlijk om de topsport in Leiden te ondersteunen, om het even heel kort te zeggen. En als topsportcoördinator ben ik eigenlijk de uitvoerende persoon daarvan. Ja. Dat betekent dat ik de Leidse topsportverenigingen ondersteun en dat zijn er 12. De regionale trainingscentra deels aanstuur, deels ondersteun. Dus de RTC's hebben er 4 van in Leiden. Dus talentontwikkeling, individuele topsporters ondersteunen en allerlei verbindingen leggen en helpen waar het kan. Topsport op de kaart zetten. Ja. En wat ik zelf ook belangrijk vind is topsport en breedsport met elkaar verbinden. Ja. Want de een kan niet zonder de ander. Nee. Maar daar komen we bijvoorbeeld ook bij. Ja, politici laten zien wat voor sport er is. Maar aan de andere kant betekent het ook heel praktisch trainingspakken ergens rondbrengen als die klaar zijn, die we hebben besteld. Of zoals in dit geval samen met Rick van der Geest, de breedte sportcoördinator, de Leidse Sportprijs uitreiken. Ja, dat heb je dus al gedaan in ieder geval. Ja, nou, ik zat al in de jury al hiervoor ook, maar dan vanuit mijn rol als sportverslaggever, sportjournalist. Okay. En nu dus ook als topsportcoördinator. Ja, en eigenlijk heb je na een onderbreking van een jaar, heb je het overgenomen van Tjeerd Scheffer, zo mag ik klopt. Wel zeggen. Hè? Ja, dus ik ken Tjeerd al heel goed juist vanuit de verslaggeving. Want ik zat elke week meerdere keren per week bij hem om over het topsportweekend te praten. Ja. En over de Leiden Marathon natuurlijk ook, waar hij over gaat. Ik vind het echt hartstikke mooi dat ik dit nu mag doen. Je bent nu een maandje bezig, geloof ik ongeveer. Ja, 1 februari begon. Ja. En kan je er al iets van zeggen? Van hoe het gaat? Beantwoord het een beetje aan de verwachtingen. Nou, in de eerste instantie ben ik natuurlijk. Er zijn gewoon heel veel aspecten die daarbij komen kijken. En heel veel verschillende mensen waar je mee te maken hebt. Dus ik ben in eerste instantie gewoon heel veel bij mensen langs gegaan. Mm-hmm. Nog steeds. Kennis te maken ook. In deze ronde ken ik heel veel mensen al. Dus daar komen natuurlijk ook wel weer dingetjes uit. Ik denk dat het straks na de verkiezingen ook interessant is om weer met de nieuwe raadsleden ook echt in gesprek te gaan. En nieuwe sportwethouder krijgen we natuurlijk sowieso. Ja. Dus om te kijken wat er mogelijk is. Ja. En er zijn wel wat dingen die eraan zitten te komen. Want je zal natuurlijk ook heel veel contacten met de gemeente hebben. Ja, we werken ook wel intensief samen met de gemeente Leiden, met Team Sport. Maar ook met de Leidse Sportfederatie. Ja. Ja. Als je naar Leiden kijkt als topsportstad, dan doen we het helemaal niet slecht. Er zijn een aantal sporten waarin we het echt heel erg goed doen. Ja. Maar er is natuurlijk één groot manco, wat zelfs Luchtdunum niet kan opvullen. Ja. Zou het daar nog ooit een keer van kunnen komen? Nou ja, ik weet niet of we dat moeten willen. Je hebt het over topvoetbal in Leiden. Ja. Kijk, zoals we nu, we hebben gewoon nog best wel veel verschillende voetbalverenigingen. En dan zou je er met z'n allen voor moeten kiezen om daar eigenlijk mee te stoppen en een grote club neer te gaan zetten. Ja. Maar ik vraag me af, moet je dat willen als stad zijn en moet je dat als clubs willen? En natuurlijk is het belangrijk dat het allemaal gezonde clubs zijn, maar de clubs op zich hebben ook allemaal hun waarde en hun historie. En dat moet echt vanuit de clubs komen dan. De laatste kans was misschien al Valkenburg, denk ik. Als we daar gewoon FC Rijnstad hadden kunnen ontwikkelen, waar zowel Katwijk als Leiden, als de hele regio plezier van had gehad. Maar die kans hebben we voorbij laten gaan. Ja, en als ik nu kijk naar Luchtdunum, dat is gewoon een vrij kleine club vergeleken. Bijvoorbeeld zeker als je kijkt naar Rijnvogels of naar Katwijk. Ja. Maar wel een club met heel veel waarde. Een hele warme club. Ja, maar ook in de historie. Maar ook als je gewoon ziet wat het voor de mensen die daar zijn betekent. Ja, dat is gewoon veel. Ja, dat is ook veel waard. Het hoeft niet allemaal per se topvoetbal te zijn natuurlijk. Nee. Zegt de coördinator topsport Leiden. Ja, maar we hebben heel veel mooie topsport in Leiden. We halen elke Olympische Spelen halen we mooie medailles binnen. Zeker. We halen landskampioenschappen binnen. Zeker. En nu ook weer heel veel talent ook weer bij het schaatsen. En bij nu het weer bij de Paralympics. Hè? De eerste medaille van Jeroen Kramspeur. Ja, dat is officieel Leidendorp. Hij heeft wel op het Leonardo College gezeten. Precies, ook. Maar die sluiten we allemaal in ons hart. Ja, precies. Waarom moet je per se dan naar voetbal kijken als er ook heel veel andere mooie sporten zijn? Nee, dat ben ik ook volstrekt met je eens. En dan de nieuwe uitdaging die deze week jouw pad kruist. Ja. Dat is dit gezelschap van 50 Leidse topdames, topvrouwen.
En daar zijn twee ambassadeurs. Jij bent daar een van. En Debbie. Hela H. Hela H, zeker. Ik help je gelijk mee. Nou, nee. Ja. Precies, die daar rechts staat. In het staat. Blauw, ja. En in het blauw, ja. Precies. En in het midden, dat is Kirsten. Dat was de ambassadeur van de eerste lijst. Ja, precies. En de lijst top 50, dat is het staat omschreven als een lijst van 50 vrouwen die dingen doen voor de stad. Die dingen in Leiden betekenen in hun eigen vakgebied. Ja. En ook graag andere mensen helpen. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de samenvatting. En er is niet een 1 tot en met 50, maar het zijn gewoon 50 mensen. Ja. En eerst 1 en nu dus 2 mensen die dan als ambassadeur mogen optreden. En wat doet zo'n ambassadeur? Ja, eigenlijk een beetje de boel aanjagen dat we ook dingen gaan doen met elkaar. Dat we niet alleen maar op een lijst staan en dat het is. Dus ophalen van wat speelt er, wat vindt men belangrijk, waar willen we mee aan de slag. En zorgen dat er ook Vrouwen vinden het buitengewoon eervol als ze op die lijst komen, heb ik tot nu toe begrepen. Heb ik ook begrepen, ja. Ja, ik vind het zelf altijd een beetje gevaarlijk om dat soort lijsten te maken. Ja. Omdat je wil juist dat er gelijkheid is. En als je dingen weer apart haalt, dan wordt het weer verschillend en anders. Dus ik heb daar ook gezegd van, ik vind het heel belangrijk dat we juist met elkaar de verbinding zoeken. En die ook met de stad zoeken. En ook kijken de kansen die wij zelf allemaal hebben gekregen of zelf hebben gecreëerd. Mm-hmm. Te kijken of we dat ook, dat mensen die dat niet hebben, om die daar ook bij te betrekken. En dat je dat kan doorgeven. Dat je dat kan doorgeven, ja. En ook dat het misschien een toch wat inclusievere lijst wordt dan een vrouwenlijst. Ja, zeker. Ja. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor alle interessante dingen die we hebben gehoord. En het inspirerende van al jouw bezigheden. Want dat blijft toch indrukwekkend, moet ik zeggen. Ja, ik zou zeggen, doe vooral wat je leuk vindt. Ja. Dat is belangrijker dan alleen maar een vaste baan. Of alleen maar, vooral doen wat je leuk vindt. Dan ga je een stuk beter. Dat ga jij nog heel lang, dat weet ik zeker, in de praktijk brengen. Dank je wel. Volgende week is het weer de beurt van Rens Heruwer. Die gaat spreken met Frank de Wit, oud-wethouder van Leiden en op dit moment bestuurder van het Scala College in Alphen. En ook een van de mensen die lid is van de VO-raad. Wij bedanken in ieder geval de twee heren die we niet hebben kunnen zien, maar wel degelijk hun werk hebben gedaan. Rick Visser en Maarten Mulder. En jou natuurlijk als gast, heel in het bijzonder. Dank je wel en het ga je zeer goed. Dank je wel, Tom.